Samantha de Jong, 30, is inmiddels alweer 14 weken zwanger, een bijzondere mijlpaal, zeker omdat de voormalige realityster nu eindelijk het geslacht van haar kleine spruit te weten komt. Toch moet Barbie nog wel even wachten op de grote onthulling, pas zondag zal ze het zelf weten. Zo trots, alles is goed met de baby, ben vandaag precies 14 weken zwanger en de geslachtsbepaling is bekend, schrijft ze bij een foto van haar groeiende buik. Samantha vervolgt, mijn lieve vriendin die is mee geweest, Gerrit en ik en de rest moeten wachten tot zondag, dan wordt het bekendgemaakt wat het wordt. Alles is te zien in onze vlog aanstaande maandag, ook deelt de blondine nog een filmpje van de Echo, kan niet wachten tot je geboren bent, een broertje of een zusje. De zwangerschap was een grote verrassing voor de realityster en haar vriend Gerrit, met wie ze nog niet zo lang samen is. Een paar weken geleden belandde Barbie in het ziekenhuis na een ernstig auto-ongeluk. Wat er tijdens het ongeluk gebeurde, kan ze zich amper iets herinneren. Maar toen ze ontwaakte uit haar coma, vertelde de arts dat ze zwanger was. Dat deed haar alle ellende toch al meteen vergeten, Gerrit houdt me op het rechte pad. De aanstaande ouders maakten eind maart hun relatie wereldkundig. Hij heeft zoveel levenservaring, en hij weet precies hoe hij een vrouw moet behandelen, zegt ze in een recent interview met Story. Hij is echt te gek, ook met mijn ouders kan hij goed overweg. En Gerrit houdt me op het rechte pad, voor zover dat nog nodig is.